De Westtribune komt vandaag aan bod in onze serie over het stadion van HFC Haarlem. Maar eerst kijken we met Edward Dekker, die als jongetje en journalist veel wedstrijden bezocht in het stadion, eerst nog even naar de Noordtribune. Want het onvermijdelijke is in gang gezet. De sloop. De foto is vol. Hij is vol, mijn geheugen is vol. Dat is geen goed moment. Dat is een slecht moment. Dit is een vervelend gezicht, denk ik. Ja, dit gaat harder dan ik had gedacht, ja. Ja, dan mag het wel een mooie zonnige dag zijn, maar dit zal veel mensen toch wel pijn doen. En mij ook, hoor. Ja. Een paar weken terug waren we er nog. Ja. Toen konden supporters nog stoeltjes ophalen. Ja. Heb jij er eentje gehaald nog? Nee, je wist het toen nog niet, hè? Nee, dat waren van die klapstoeltjes. En die waren helemaal verkleurd en vogelpoep erop en zo. Nee, daar heb ik niet zo heel veel mee. Het staat ook nog behoorlijk vast. Ik begreep dat Dios de voetbalclub er wel een stuk of 200 heeft meegenomen. Nou ja, voor dat soort verenigingen is dat misschien mooi meegenomen. Ja. En dan heb je toch een verhaal bij je stoeltjes. Maar als je ze nu hier zo ziet liggen op een stapel, ja jongens, oh, als je daarop gezeten hebt. Hè. Ja, wat is het nou vooral? Is het gewoon heel erg jammer dat dit gebeurt? Kijk, overal. Die club is natuurlijk al 6 jaar weg, dus dat slijt wel een beetje. Dat vergeet je niet, maar dat slijt wel. Maar ja, daar wordt eigenlijk weer een mond open gekrapt dan als het ware. Hè? Gelukkig bleef dat stadion toen staan, dat weet ik nog wel. En ik vond het al heel erg dat die lichtmasten, hè, de lampen er meteen afgehaald werden. Dat is ook zo'n treurig gezicht. Maar een stadion in verval is sowieso heel treurig. Dus ja, daar word je niet blij van als je dit zo ziet. Zullen we dan maar naar de Westtribune, die er overigens al niet bestaat? De eerste tribune die er sneuvelde was inderdaad de Westtribune, ja. Hier op die Westtribune heb ik echt wel vaak gestaan, hoor. Dus, dat is natuurlijk de goedkoopste plek, zeker toen die tribune dichtging. Nou, stond ik hier zo'n beetje met weinig mensen. Want de publieke belangstelling was ondanks de goede resultaten van HFC Haarlem niet groot. Ik herinner me nog het debuut van Romario eind 88. PSV had net de Europa Cup 1 gewonnen. Ik kwam op een koude woensdagavond hier naar het Haarlemstadion. Van Breukelen, Koeman, Vanenburg, Elleman, Gerets. Guus Hinnik was de trainer coach. Ja, het zijn toch wel namen. En Haarlem speelde met Marcel Peper, Arthur Newman, Ortzien Linger, die later bij de SLM-ramp overleed. En Haarlem won hier met 2-0 van PSV. De doelpunten van Carlo van Toer en Marcel Peper, die speelde de pannen van het dak, Marcel Peper. Hele snelle aanvallen. Richting Gilhuis. Dat komt de Baas. Dat is tevreden. Die speelt van Velzen. En dat is Peper. En daar is het doel. En daar is 2-0. 8 minuten voor het einde van de wedstrijd. Ja, en Haarlem won met 2-0. Er zijn niet heel veel beelden van. De wedstrijden van Haarlem kwamen sowieso natuurlijk niet zo heel vaak op tv. En Romario kwam niet echt aan bod. Zat in de achterzak bij Kees Baas, centrale verdediger van Haarlem. En Romario speelde eigenlijk niets klaar. Maar ja, werd in 94 wel wereldkampioen met Brazilië, dus ja, die heeft in de Eredivisie hier zijn debuut gemaakt aan de Jan Gijzenkade.